Ja, zeg goedemorgen. Ik kom gewoon lekker hier aan de bar zitten. We hebben een lekker bakje koffie. Die is prima. In de Herenstraat. Nou, ik vind het wel een soort sensatie. Ik heb eigenlijk nog nooit wat gedronken in de Herenstraat. Alleen, er is één ding. Je bent nog dicht. Hè? Ja, jammer nog wel. Hè? Ja, dat is niet anders. Maar het ziet er hartstikke leuk uit, joh. Ja, ik zal straks in de rondte een beetje filmen. Maar wanneer zijn jullie begonnen met verbouwen? November. En wanneer waren jullie klaar? Want het is eigenlijk helemaal klaar, toch? Ja, we hebben het langzaamaan gedaan, dus ik denk een week of twee geleden. Ja. Ja. En helemaal zelf gedaan? Meestal wel, ja. 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 Ja, maar het is echt leuk, want ik kan me nog herinneren toen we in de Koning waren, dat je ook een stuk van de bar van de Koning zou meenemen. Is, dat is waar ik nu al zit. Ja, dat is de bar van de Koning. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent de grote timmerman ook geweest, of niet? Heb je ook veel gedaan hier? Alles. Alles, ja. Eigenlijk alles, ja. Nou, je kan maar zo'n vent hebben, toch, die dat allemaal kan? Dat scheelt ook wel een hoop kost. Dat scheelt alles, ja. En vertel eens even kort, want we hebben natuurlijk wel al die stukjes geschreven, maar even heel kort samenvatten. Je hebt natuurlijk jarenlang de Reutel gedraaid, plus wat andere zaken eromheen in de loop van de tijd. En nou ja, de laatste jaren samen met je zoon, soms ook in andere constructies, de Koning. Ja. Dat is toch 11 jaar geweest, of nog langer? Ja, 11 jaar. 23 jaar in de Reutel. En daartussendoor heb ik nog bij de schuur iets meer dan een jaar gewerkt bij mijn zusje. Oh, dat wist ik eigenlijk niet eens, dat je daar ook stond. Ja. En toen zijn we... Oh nee, we hebben ook nog in 2004 twee jaar naar Poorten gehad. Ja. Dus dan had ik de Reutel verhuurd, maar dat ging niet helemaal goed. Dus toen heb ik nog een jaar twee cafés gehad, maar dat is ook niet te doen. Nee. Ik snap niet dat de mensen waar ik dat zaak kunnen. En toen ben ik weer teruggegaan naar de Reutel. Ja, maar is nou, ik vertel nu wel iedereen van, waarom gaat ze nou nog een kroeg beginnen voor je laatste 5 jaar, zeg ik dan maar voor je pensioen. Ja. Maar voor mij voelt dat toch van, ja, jij wil gewoon je werkende leven volmaken achter de bar. Dat heb jij eigenlijk je hele leven gedaan, toch? Ja. Klopt dat? Ja, ook. Maar ook, we hadden daar natuurlijk een hele vaste klanten, maar ja, die zijn een vaste kring. Ja, gasten. Nee, hoor, ja. En dat zijn ook veel ouderen. En die mensen waren helemaal ontdaan. Waar moeten we nu naartoe? Dus ik dacht, ja, waarom zou ik het niet proberen? En ik heb op verschillende plekken gekeken. Dat was het net niet of het was al verhuurd. Maar dit was de laatste optie. En wij kwamen binnen. Hey, dit is het. Dat is gewoon leuk. Ja, ja. Terwijl het was een kleine schoenenzaak eigenlijk. Ja. Dus en nu ik binnenkom, dan denk ik van nou, het is nog veel ruimer dan ik dacht. Ja, wij ook. Want het stond helemaal vol natuurlijk. Ja. Ze hadden het helemaal vol gezet. En toen het helemaal leeg was, dacht ik, ja, maar dat is voldoende. Ja. Ja, voor die mensen die overdag komen, we hoeven geen volle tent, mag natuurlijk, maar het hoeft niet. Nee. En om 8 uur moeten we dicht, want het is eigenlijk een winkel natuurlijk. Het is een dagzaak, ja. Vind ik ook prima. Want daar was iedereen ook, zat hier nou een horecavergunning op dit pand? Van oudsher? In principe mag je overal horeca beginnen. Als oh zo. Dan moet je s'avonds om 8 uur dicht. Ja, dan ben je dus een dagzak officieel. Een dagzak, ja. Dat mag wel. Maar goed, de vergunningen zijn rond. Het is ook waar, dat is wat je ook zei, hè? Je wil ook een dagzak. Ja, dat wil mensen mogen hier natuurlijk wel gewoon een borrel drinken of een bier. Maar het is niet dat het hier een feestcafé wordt of een integendeel. Nee. Maar ja, we hebben vorige week natuurlijk ook even gelachen met je nieuwe Heinekenbord. Ik zag hem net ergens liggen, maar je dacht even dat hij gestolen was of dat het een acte van verzet was. Ja. Maar het was de wind, mijn vriend. Maar die mannen van La Vaca zijn zo vriendelijk geweest om het binnen te leggen. We hebben het nu terug, dus we moeten het nu op vastgemaakt worden. Wel goed, hoop ik. Ja, Maar in die 35 jaar is nog nooit gebeurd dat er een bord waait. En dan nu nog voordat je open bent? Ja, dan waait hij weg. Ja. Ja, je hebt er nog geen zicht op wanneer je open mag natuurlijk. Nee, dat is, open begin april, hè. Pasen. En als het dan zover is, wat zijn dan, want inderdaad overdag, maar wel 7 dagen in de week? Of? Ja, 7 dagen. Ja. En draai je dan alleen of draai jij ook? Of? Er komt iemand bij ons. Oké. Okay. Ja. We mogen vanaf 10 uur open. Ja. In de winter kijken we wel en dan zie je natuurlijk... Als het rustig is, als er niks te doen is, maar in de zomer mogen we gewoon 10 uur open. Ja, een Heineken van het Vat. Nou ja, dat is een afvlieger heb je. Ja, wat dat betreft, jij kent natuurlijk ook alle leveranciers en dingen, daar hoeft niemand meer jou wat in te vertellen. Nee. Wel een nieuwe koffiemachine ook, of niet? Ja, een nieuwe koffiemachine. Dat is een mooie, compacte... Van Royer. Rob Smit, die heeft ons heel goed geholpen. Rob Smit. Want ik had er een besteld toen ik nog niet wist hoeveel ruimte ik had, dus ik had zo'n machine. Zijn echt de espresso bak, ja. Ja, en dezelfde dag heeft hij nog gezorgd dat hij het kleiner kreeg. Ja, dat ziet hartstikke mooi uit. Het was lekkere koffie ook, dus lekker chocolaatje erbij. Ja. Nou, gokken mag ook. Daar zijn heel veel liefhebbers van.
Maar wat ik niet wist, is dat jullie dus ook een kelder hier nog hebben. Ja. Maar dat is een hele opslag over daar niet helemaal in, maar dat is nog best een flinke kelder. En mooie nieuwe toiletten, want die zaten hier natuurlijk ook niet in. Nee. Die hebben jullie ook zelf gemaakt. Ook, ja. Ja, ik niet, mijn man, hè. Ja, dit vind ik dus ook echt mooi. Je zei dat Jacob Bert hier aan de muur hangt, op het Abdijplein. Ik ken die foto ook. Dat is toch een soort eerbetoon aan... Die, ja, klopt, ja. Die kwam ook altijd in de reutel, toch? Altijd, ja. Ja. Iep, 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 iep. Hebben ze een gesprek gehad met zo'n... Papagaai, die dan napraat op het idee. Hij heeft de hele middag zitten praten met dat ding. Geweldig. Het is niet zo dat we uiteindelijk hier weer achter de bar gaan zien, hè? Dat heb je toch wel losgelaten? Of, Nou, dat weet ik nou helemaal niet. Maar dit film je allemaal? Of, ja, dat is het. Heb ik toch mooi te pakken. Nou, ja. Leuk je weer even te zien. Ja, ja. Het is een mooie zaak geworden. Hè?